We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Jullie zijn enorm toondoof. Maar een gelukkig kerstfeest. Welkom bij deze kerstavondaflevering van Terraria. In de vorige aflevering of het nou twee parten is geworden of een cut-out part. Ik weet het helaas niet. Dat is het nadeel. Het ligt eraan hoe dat het geëdit gaat worden. Maar we hebben dus onze huisjes gemaakt in onze eigen stijl. Een beetje kerstversierd. We hebben de Wall of Comments gehaald. We hebben de kerstman binnengekregen. We hebben een veel te moeilijke event in onze handen genomen. En in deze aflevering gaan we meteoren zien te verzamelen. En gaan we verder proberen de cave in te gaan. En gaan we toch een beetje verder met de storyline. Dus ja, ondanks dat het kerstavond is. We hebben nou de kersthuisjes. Dus dat is het al. Dat was eigenlijk het idee om een kerstavond te hebben. Dus ja, ik ben hier natuurlijk niet alleen. Ik ben hier samen met... Erwin. En Erik. Er weer ik? Zat er dus zo'n grote vertraging achter, ja. Want ik wachtte aardig totdat hij zijn naam gezegd had, hoor. Nou, maar ik verstond dat jij zei, er weer ik. Oh, trouwens, wacht eventjes, ik kan iets. Wat ken jij? Mini Shark Hype! Oeh. Agile. Dat is extra speed, toch? Ja. 12% speed en 3 critical strike chance. De Mini Shark is een van de fijnste wapens die je in early access kan krijgen. Oftewel, early access bedoel ik dus vroeg in het spel. Als je namelijk eenmaal een geweer gevonden hebt, dan kun je namelijk van... die gast waar ik het net van kocht, ik weet zijn naam even niet meer. Goeie uitleg. Dan kun je de Mini Shark kopen voor 35 gold. De Mini Sharks en kogels zijn misschien niet zo sterk als de musket, maar heeft de rapid speed, dat is super snel. Zoals je ziet, ik schiet overal doorheen. Dan ga ik Erwin eventjes helpen met hem te beschermen terwijl dat hij Meteor gaat proberen te minen. Ik heb bommen meegenomen. Daar heb ik pickaxe voor trouwens. Oh, ik wel. Dus dan mag je mij beschermen. Mijn ik het wel. Ik heb ook bommen bij me, dus dat gaat ook een stuk sneller. Dus ja, waarom ook niet? Nog steeds zitten we in het kerstevenement, dus nog steeds kunnen we presents vinden. Bunnies in kerstoutfits, noem het maar op, je kunt het zo gek niet bedenken. Dus En ik ben nog heel veel de kerstverlichtingen in mijn huis aan het ja, nee, dat is niet erg. Ik bedoel, ik heb gisteren heb ik genoeg, of gisteren, de vorige aflevering heb ik genoeg deads gekregen, dus ja, ik weet niet hoe de stand op het moment is. Ik ben daar best wel benieuwd nu naar. Ja, rustig aan, hè. Ik moet eerst alles nog editen. Geen rust voor de zeep. En ik wil ook kerst kunnen vieren. Ik zou een beetje sneuzen als ik in mijn, tijdens kerst mezelf aan het editen ben. Nee, dan wil ik bij familie zijn. Ook al. Ik hou van de Mini Shark. It's so bad. Ja, ik kan de frost dingen scannen. Ik zou ook wel kunnen equippen. Oh, jij hebt hem al. Ja, zo. Maar ja, ik vind het veel leuker als dat bij de basis is, tot daar de kerstmuziek speelt. Dus. I believe I can swim. En trouwens, wat is het met die hete winter? Om even gewoon een random onderwerp aan te snaren. Ik bedoel serieus, donderdag 16 graden, gisteren 14 graden. Nou ja, voor mij is de verwachting voor volgende week dat het al helemaal warm gaat worden. De wereld zal doen. Oh, dit is niet slim, dit is niet slim. Auw! Ik heb niet echt een plek waar ik hier safe kan staan nog. Want volgende week... Volgende week is het voor mij gewoon... Heet! Lukt hij een beetje met op Meteor te gaan staan? Nou, hij is hier ook in de desert gevallen. Ah. Maar ja, voor mij gaat het een hele warme december worden. Ja, volgende week zit ik in Florida. Oeh, waar is het?
Ah, dat is heet. Kijk je uit, het scheelt niet veel meer. Oh, ja, ik zie het. Oh, jeez. Nou, de makkelijkste manier om dus early alles te minen... Ja, we hebben nou een extreem moeilijke plek waar dat die gespand is. En een andere plek die is nog moeilijker waar dat het gespand is. Maar je kunt dus je eigen beschermen tegen die hitte door een obsidian skull te maken van obsidian. Maar we hebben helaas nog niet de materialen om obsidian te minen. Dus, wat je wil doen is je wil extreem voorzichtig zijn met waar dat je precies landt. En bommen zijn altijd heel erg handig hiervoor. Dan zou het ook wel handig zijn als we diegene hadden met de grapplinghoek. Auw, auw, auw. It's magic. Doet pijn. Auw, auw. Volgens mij deed dat heel erg pijn. Ja, Erwin was niet zo goed met mij te verdedigen. Ik had ook een leg spike, alles stond stil. Smoesjes! Objection! Nou, dan niet. Ik roep Leroy erbij. Ik kom weer jouw kant op. Kan ik weer even naar de kerstmuziek luisteren. Hey, leuke lampjes heb jij opgehangen, zeg. Flesjes. Hallo? 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 Is it me you're looking? Ik zeg al leuke lampjes, Erwin! Hallo, goedemorgen! Tegen mij, ja, wist ik. Zeg ook een naam, joh, of tegen wie het heb. Het is een let's play, dan hou je nooit je muil! Weet je nog, die enge stiltes die we van 1 tot en met 5 hebben gehad, die wil ik een beetje tegengaan. Dus als het stil is, spreek! Ja, maar over. Ja, dat weet ik niet, doe iets! Zeg van mij apart van, hey kijk, ik heb een zakje Milky Ways, maak mij eruit! Ja, maar Milky Ways is niet zo heel interessant. Waarom niet? Ik ben niet zo van de Milky Way. Jij bent meer van de Mars. Ja, onder andere. Of waarom een Snicker. Dan? Leg uit, vertel! Nou, eigenlijk vooral de Snicker, ja. Dus gewoon lekkere karamel, wat pinda's erbij, chocola. Ik weet of niet meer hoe dat andere spul heet dat er tussen zit. Maar dat is gewoon lekker! Ja, maar Milky Way kan ook lekker zijn. Ah, dan wordt het volgende woord van de let's play. Snicker! Straks wordt het in plaats van snijkvogels, snikkervogels. Het zou zomaar kunnen. Wie weet? Erwin? Ja? Wil je daar nog iets aan toevoegen? Volgens mij vindt hij het best als het snikkervogels wordt. Ik vind alles best. Ja, maar als jij moet kiezen tussen een snikker en een nut. Ja, nutjes ook. Ja, nou gooi je weer een keer nuts erin, maar naai het uit. Dan gaat mijn voorkeur naar nuts. Ik heb liever dan een lion. Ja, die is nog die beter. Die zijn ook wel lekker, maar... mijn voorkeur gaat voor een snikker, maar ik vind voor de afwisseling een lion wel erg lekker. Wat is eigenlijk het verschil tussen een snikker en een lion? Nou, een lion daar... hoe moet je dat omschrijven? Het is knapperiger. Ja. Dat is knap. Weet ik uit die van Mark eigenlijk. En volgens mij is een nuts eigenlijk gewoon een snikker met een andere naam. Al heb ik dat zo lang niet meer op dat ik het niet met zekerheid kan zeggen. Ja, ik veel snoepen doe ik zelf ook niet, dus... Nee, ik... Dan krijg je als je ouder wordt. Tegenwoordig ook niet. Dan krijg je ervan als je ouder wordt. Ouder worden is een zonde! Oh, ah! Meteors! Help! Don't blink the leg spike. Oh boy. Ik heb nou nergens last van, dus nu zat hij maar liggen. Nou, de leg spike kan best wel vervelend zijn. Het in principe vrij veel... Het zijn allemaal van die hele kleine plateautjes waar ik veilig op kan staan. Maar ja, dit is dus de manier waarop dat je eigenlijk Meteor wil minen. Op een rustige en veilige manier. Ik ga al even de pickaxe erbij pakken dit keer. Oh. Kom bij mij. Komt goed. Geef mij nu je hulp.
Ik geef je de oors voor terug. Ik mag hem niet slaan. Ik zie hem heel rustig op me afkomen. Ik ga het extra toezitten te kijken van... Hé! Hey. Wat doet hij nou? Als mijn magie nou door blokken heen kon schieten... Dat kan met de Vilethorn. Ja, dat is later. Nee, dat is eigenlijk al bij onze volgende baas. Oké, okay. Trouwens heel erg grappig hoe dat dezelfde... Ik mag hem niet raken zo. Dank je. Joep. Dat het dezelfde muziek is als de Blood Moon. Wat is dezelfde muziek? De Medio muziek. Ja, dat is me nooit opgevallen. Nou, vroeger was eigenlijk de... Voordat 1.3 kwam, was de muziek in de hel... was ook hetzelfde als de Blood Moon en de Meteor. Maar die heeft nou een nieuwe muziek gekregen. Oké. Okay. Dus. Oh, we gaan dussen. Ja, ik weet niet. Dus. Ja, er valt weer een stilte. Ik weet niet. We hadden het tenminste net nog over nipsen en lions en weet ik toch nog meer. Nou, moeten we de Twixen dan ook wel voorbij gooien? Nee, dat vind ik een beetje. Nee, die vind ik gemeen. Die komen altijd in twee paar. En die reclames die vind ik irritant. Ja, daar heb ik geen last van, want ik heb in geen eeuwigheid meer tv gekeken. Ik ook niet. Oh, de meteormuziek is gestopt. Au. Nou, er zit toch genoeg oor, zie ik. Nou, minder dan 50. Op het moment dat het minder dan 50 zit, zeg maar, dan wordt het niet meer geclassificeerd als Bayern. Maar ik denk dat we een behoorlijke chunk hebben. Ik bedoel, ik heb zelf heb ik nou... Waar heb ik ze? Ik heb er 222. Hoeveel heb jij er? Even kijken, hoe staan ze? 68. Nou, dan gaan we daar eens even kijken wat we ervan kunnen maken. Auw! Die steentjes zijn heet. Lip je zand. Volgens mij zijn die steentjes Nou, heet. Laten we dan maar terug naar basis gaan. Hadouken! Shoiken. En het muziek speelt hoor. Kerstmuziek. Sonic Boom! Oké, okay, quick back. Oké, okay, mag ik even jouw oors? Joep. Dank je. Wij kunnen een totaal maken van... 97 bars. Dus dan ga ik jou jouw armor geven. Daar beginnen we maar eens even mee. Dit is de medio armor. 5 defense, 6 defense, dus in totaal 16 defense in totaal als je het helemaal equipt. En de set bonus zorgt ervoor dat op het moment dat jij de space gun hebt, die ik nou eventjes snel gemaakt heb, dat je die dus oneindig kan schieten zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de mana die je hebt. Dus zou ik dit nou equippen, ook al heb ik maar 1 sterretje, zou ik het oneindig kunnen schieten. Maar je ziet het is helaas 19 magic damage. Nou zie je dat deze dus taboe is en dus extra mana zou kosten, maar omdat je hier de hele armor hebt, waar is... Erwin... Ja. Ik gooi het lekker de andere kant op. Zoek het uit. Ik doe maar. Ah, alsjeblieft. Dus dat is zeker heel erg handig om van de medio's te maken. En hij kan oneindig daarmee blijven schieten. Heeft penetration schade, dus kan door de vijanden heen gaan. Dat is op zich heel erg handig. Dan zal ik ook eventjes laten zien wat andere materialen zijn die je ervan kan maken. Want je hebt namelijk ook een range wapen waar ik al eerder het vandaag over had. Dat is namelijk de Star Cannon, 57 range damage. Klinkt al geweldig. Het enige nadeel is, hij schiet de vallende sterren en dat is enorm snel. Hij schiet ze heel erg snel. En dat maakt het eigenlijk best wel zonde, omdat ja, sterren die kom je niet zoveel tegen. Dus na een tijdje heb je iets van 99 sterren en dan denk je van ja, wat moet ik ermee doen? Maar dan is dit wapen al niet meer goed meer. Dus... Nou, je kunt ook zelf een lightsaber ervoor maken, wat interessant zou zijn voor Mewmei. Ja. Die maak je samen met emeralds of rubies, sapphires, maakt niet echt zoveel uit. En zoals je ziet, ze doen allemaal hetzelfde aanval, schade, het ligt er alleen maar aan de kleur die je dan gebruikt. Nou, verder kun je er ook medium bullets van maken. Medium bullets zijn sterker als gewone bullets en gaan door vijanden heen en stuiteren ook nog eens een keer. Leuk! De andere items die je ervan kan maken, drill container units, die zullen we heel vaak kunnen vinden. Maar daar heb je enorm veel voor nodig, zoals je kunt zien, van de sterkste oors die we nog niet hebben.
Je zou ook een medio staff kunnen maken, maar een medio staff, dat is magic damage, ook wel handig voor Erwin. Maar daar hebben we Souls of Light voor nodig, die alleen maar tevoorschijn komen op het moment dat wij in hard mode zitten. Dus op dit moment hebben we nog niet echt veel meer aan de medio boss, als alleen maar medio bullets te vermaken. Maar daar ga ik nog niet aan beginnen op dit moment. En waarom ligt daar een mana crystal in? Ik heb de Candy Cane Hook. Ik ben jaloers. Stelletje linker plagers. Ja, ik dacht bij mij, shit, daar wil ik iets zeggen, dat mag niet. Dat wordt gecensureerd, dus stoute ik. Oké, nou, ik heb in ieder geval een mini-shark, dus ik denk dat we dan maar beter terug de cave in kunnen gaan. Nou, als je één moment hebt, dan kun je mijn boom in volle glorie met lampjes en al zien. Jouw boom! even kijken, potion ingrediënt. Ik heb een D-boom iets gevonden, yay. Op dit moment hebben we potions nog niet echt nodig, dus... Oh, ik val naar beneden. Doe ik niet handig. Moet je vooral doen, is leuk! Stilte! Hier wou ik dan de rode heen hebben. Hier. Oh, daar had ik de blauwe al heen. Ik heb trouwens ook een beetje even een wijziging gemaakt van NPC's. Op het moment zitten we bijna helemaal vol met NPC-huisjes. Maar ja, degene die in mijn huis staat, heb ik even voor gezorgd. Ik zag al dat de nurse bij Moomey in één keer was ingetrokken. Dat is niet de bedoeling. Ik blijf gewoon bij de NPC-huisjes, zodat het een neutrale healplek is. Ik heb, onze Brimst. Die heb ik bij ons. In verband met, die verkoopt alleen maar range dinges. Dus, kun je die nou gewoon in de ammo box doppen? Ik word er zo gek van dat je mij helemaal vol stuit, maar godzooi. We hebben een kist. In die kist staat dan hoef je maar langs te lopen en op die quickstack te drukken. Ik loop gewoon langs jou en gooi het in je pocket. Nee! Dat wil ik niet! Veel makkelijker. Nee! Nou, mijn huis is zo goed als af. Nou, gefeliciteerd. Ik kom nog wel heel even kijken voordat we de cave in gaan. Want we zitten ondertussen al op 18 minuten, omdat, ja, Meteor, het was spannend. Het heeft weer een 30 gegeven, halleluja. Wauw, schitterende boom. Ik moest die reference maken, kom op! Dat is van een cabaret, beste kijkers. Dus ik ga er niet vanuit dat jullie hem kennen. Dus... Tenminste, dat hoop ik niet, want hij is nogal grof. Maar, ja, leuk. Ziet er echt leuk uit. Dus, nou, zullen we dan op de cave gaan? Ik ga naar de cave toe, hoor. Dus, zullen we jullie doen? Weet je wat, ik ga dan gewoon naar die help weten van jou. Ik ga nog ja. doen. Kom ik ook. Nog heel veel mijn spullen uit mijn inventory gooien. Weapon rack, juist. Nou, ik neem eventjes de LPV-potion mee. Ik had de vorige keer toch wel een paar donkere momenten gevonden. Dus ik neem even de LPV-potion mee. LPV staat voor Let's Play vriendelijk. Dat je dat maar weet. Ja, de telefoon maakt geluid weer. En weer, doet het weer. Geen fall damage, hè. Nou, dat staat hier sowieso op water. No rare creatures. Oh ja, we moeten ook in de gaten houden of we nims vinden of niet. Dat is heel belangrijk, ja. Dus met een lifeform analyzer. En of de tinkerer kunnen vinden nu. Hou mogen open. Oh ja, want die kunnen we nu... Ik weet niet hoeveel dat er hier al geëxploreerd is. Want als ik op mijn map kijk, hier zijn wij nog niet geweest. Ja, volgens mij was ik nog niet zo heel ver doorgegaan.
Maar ik weet heel veel niet meer. Gelooft u mij? Hij weet het niet meer. Nou, hij is behoorlijk diep gegaan. Underground mushroom bij hem. Die traps is al disarmed. Hier weer een granite bij hem. Loopt hij dood. Dan kun je naar beneden toe. Daar is hij ook al geweest. Nee, ik weet niet hoeveel ik is. Volgens mij ben ik niet zo ver gekomen hoor. Hey, auw. Kom op. Hele open ruimte, grote ruimte hier. Hoeveel HP zaten jullie nou? Allemaal toch al op 200 nou? Nee, 180. 180. Oh, en ondergronds in caverns en in underground kunnen we een batfish vangen. In de, ja, maar het is al 59 PM. Ja, in principe nog wel genoeg tijd. Tenminste, in de caverns, zei je, hè? Is ja, nou, maakt niet uit, zolang je maar ondergrond zit, zit je goed. Nou, ik zit ondergrond, dus en ik heb bait bij me, dus ik zou het wel kunnen doen. Ik heb ook een pijl bij me. Zelf verkeerde pijl, ik wil die pijlen nog even bewaren. Ah, ik zie op de map zie ik wel een groot stukje water, dus... Daar sta ik nou ook bij. Nee, onder andere daar. Maar iets hoger zie ik ook al, dus ik ga naar die hoge plek. Erwin zit in ieder geval op gebied dat ik nog niet bekend had. Daarom is allemaal zwart, ja. Ja, vind ik wel jammer dat je niet zeg maar van teams kunt zien wat ze geëxplored hebben. Ja, dat zou het heel wat makkelijker kunnen maken. En aan het vissen, ja? Shh. Boe! Jaag de vissen op weg! Dat is ook de bedoeling. Wat voor vis moesten we nou eigenlijk vangen? Een badfish. Na, badfish. Nou, ik denk trouwens niet... Nee, dit is frost biome. Oh ja, daar moet je dan weer niet zitten. Als je dan naar mij toe gaat... Ik heb hier een mooi groot stukje water. Een beetje grootje, sterk. Nou, een visje. Ik wil heel eventjes mijn wapens even makkelijker bij elkaar hebben. Want hier word ik niet vrolijk van. Zo. Ik heb ondertussen nou 4 wapens, dus ik heb mijn pijl en boog. Oh nee, ik heb 3 wapens. Ook goed. Mijn rapid fire heb ik. De Bounty Goblin is hier ergens in de buurt. Oh echt? Ik kom eraan. Ja. Ik zit nu met de Star Fury te kijken of ik hem kan zien, maar... Nou, bij mij krijg ik die melding nog niet, dus Oh, dan zit hij hoog. Oh, ik en heb ik nog zie nog nu een niet... Gritje. Ik zie nu niet de melding meer. Hij is dus aan het lopen. Bound Goblin. Nee, is hij... Bound Goblin? Nee, dan is hij... Dat is de Tinker. Ja, maar die kan niet lopen. Die zit... Nou, hij, ik zag hem hier, maar... Ja, ik zie hem hier. Waarschijnlijk zit hij ergens beneden. Ik ga naar hier naar beneden graven even. Ik heb geen creature meer, zie ik. No rare creatures nearby. Ja. Nou zie ik hem hier helemaal niet meer. Nee, dat... Is hij dan dood? Gedispawned? Geen idee. Jammer. Nee, ik zie hem niet meer. Hier beneden ook niks. Ik ga even hoger kijken of ik hem weer... Jammer! Maar we proberen we dadelijk gewoon nog een keer, dat is niet erg. Nee. Op deze kerstavond. Wat gaan jullie eigenlijk doen met kerstavond? Ik bedoel, nou, wat doen jullie vandaag? Want het is vandaag kerstavond. Vandaag doe ik Terraria. Nee, even zeggen. En verdere inpakken om morgen naar Florida toe te vertrekken. Nee, want morgen dat is voor jou nog voor kerstavond. Wat doe jij op 24 december? Oh, ja, wacht, ik raak zo. Ik raak nu helemaal in de war. Nou ja, dan vier ik in Florida kerst. Oké. Dus misschien gaan we een palmboom versieren of zo. Ik weet niet. Nou, waarschijnlijk de meeste die op dit moment zitten te kijken, dan ben ik waarschijnlijk nog aan het werk. Want ik moet wel gewoon overdag werken. En s'avonds dan ga ik op visite bij mijn moeder. En dan zeg ik dat ik een live crystal gevonden heb. En nee, daar hebben we dan de Bound Goblins hier zo.
Hè? De bounty komt is bij mij in de buurt. Hij is nog ergens in de buurt dus. Oké, dan kom ik meezoeken. Ja, ik zie het, ja. Maar ga ik dus gezellig kerstavond vieren bij mijn moeder. Eerste kerstdag, dan zit ik waarschijnlijk ook nog bij mijn moeder, dat weet ik niet zeker. Of ik zit dan bij mijn vader, net zoals tweede kerstdag. Ik zie hem! Je hebt hem? Ja. Mooi, mooi. Hallo Tinkerig. Ik heb alleen helaas geen cash om iets van hem nog te kopen, maar hij is in ieder geval bevrijd. En hij past heel erg in de muur nu. Maar op het moment, mocht hij nou dus hier in de cave doodgaan, dan respawnt hij gewoon in een NPC-huisje. Dus daar hoeven we ons nou geen zorgen meer over te maken. Zolang hij maar gered is, dan maakt het niet uit of hij zelfs dezelfde seconde weer doodgaat. Wat ben je toch weer vriendelijk? Het is kerstavond. Vrede op aarde. Moord even toch die slime uit, want dat is in Terraria gewoon heel normaal. Ik zeg maar even. Nou, is wel zo. Bunnies, waarom? Waarom moet je nou daar naar beneden springen, Bunny? Dat overleef je toch niet? Bunnies ondergronds? Ja, een kerstbunny. Oké, logisch. Het is altijd logica's, hè. Maar ik kan een van jullie dus ook op 200 HP gooien. Mooi. Erwin zit dichtbij je, dus dat lijkt mij een logische keus. Mij lijkt de logische keuze degene die het meest nodig heeft, denk ik. Nou, dan zou ik zeggen, nou Mew mee, omdat jij hebt nou jouw... Mijn armen, ja, dus. En nog een life crystal! Dus het maakt eigenlijk helemaal geen ene drom eruit. Hey! Valt even eentje hier. Dat is een passieplate, die zie ik. Laat hem afgaan, dat is leuk. Ik heb nog een life crystal, ja. Doe het voor jou zeker. Nee hoor, die mag je dan zelf gebruiken. 200. Ik heb even de LPV potion gebruikt. Zijn we dat we eens blank potions hebben? Ik heb één spelanker. Nou, gebruik hem dan! Ik was vergeten dat ik hem had. Ja, we laten jou van... Oh. Salamander. Ah, daar ben ik op de linker. Hij is op. Wat is dat? Oh, dat is een hoofd. Jammer! Maar echt veel zit hier niet beneden. Nou ja, is dat... Nee. Tenminste, het lijkt wel op. We zijn nou echt massaal aan het zoeken naar life crystals en... huisjes, zeg maar, om goede accessoires te vinden. Dus daar zijn we nou een beetje naar op zoek naar. Dus mochten we iets boeiends vinden, dan laten we het je gelijk weten. Wel, dit wordt een knip. Life Crystal! Dat was snel. Ja, inderdaad. Hooguit 5 seconden of iets. Ondertussen doe ik je heel rustig verzuipen. Dat is platinum, mooi. Oh ja, ik heb nog geen grapplinghoek. Oh boy. Lukt die? Oké, het lukt. Oh, ik heb hier heel veel silkblok, dat is altijd handig. Maar ja, ik zie ook alweer dat we in een half uur zitten, dus... Ik knip nog heel even snel naar voren tot we een leuke afsluiting hebben, dadelijk weer boven, buiten. Questfishes zijn over het algemeen nog best wel makkelijk te halen. Het enige probleem is... de kansen op hoe goed je kan vissen, dat zijn van een aantal dingen van belang.
Het heeft belang om welke tijd je aan het vissen bent. Volgens mij de tijd wanneer we nu vissen, dat is de kleinste kans om wat te vangen. Je hebt namelijk 's ochtends en 's avonds en 's nachts grotere kans dan midden op de dag. Dus ja, en nu zitten we midden op de dag. Het is ook nog eens afhankelijk van de maanstand. Bij volle maan heb je bijvoorbeeld grotere kans. Dan is het nog eens afhankelijk van onze hengel. Nou ja, momenteel hebben we de beste hengels die we op het moment eigenlijk een beetje kunnen krijgen. Dus daar kunnen we niet veel aan veranderen. Het is afhankelijk van de beet. En of je speciale extra spullen hebt. Nou ja, typisch, ja. Ja, dus... die krijg je vanzelf naar kwestie, ja. Dus ja, eigenlijk... we moeten eerst even een paar quests halen. Dan krijgen we vanzelf betere spullen, zoals betere beet of met een beetje geluk een betere hengel of betere, betere armor die alleen maar handig is voor het vissen. Maar als we dat eenmaal hebben, dan gaat het een heel stuk sneller. Nou, ik doe het nou met de worm, hè, met 25% kans. Ik heb hem! Mooi. Surface, bij jouw huis in de buurt, Mumee. Die telt dat meteen. Dat was voor mij te klein. Ik kreeg er alleen maar junk items. En waar ik nu zit, daar vang ik wel gewoon normale dingen. Telt dat meteen voor iedereen of moet je zelf vangen? Nee, je moet hem zelf opvangen. Je moet hem zelf vangen. Okay. Je hebt wel een trucje om ervoor te zorgen dat je het kan vangen voor anderen, maar... Dan ga ik voor degene op de plek van Steven, kijk of ik dat geluk heb. Ik had daar totaal geen geluk. Het is eigenlijk een te klein stuk water. Alleen je kan in een te klein stuk water kan je nog steeds een kleine kans hebben dat je wat vangt. Ik ga even terug naar de video. Dat is precies onder die... Jongens, we zijn heel eventjes weer bezig geweest. We hebben wat hard crystals er nog wat bij gevonden. Helaas nog geen kistjes. Maar we kregen dus van onze visser, Magikarp trainer, kregen we dus gelijk de quest van... Hey jongens, jullie gaan nu naar de visquest beginnen. Dat bleek een dirtfish te zijn die we kunnen vangen in de surface en underground. En cavens. En die heb ik toevallig eentje gevangen. Een schoen. Nou, dan wil je dus zeg maar naar hem toe gaan. Druk op quest. En dan krijg je dus bait, trade potion, silver. Kan altijd variëren wat je precies van hem krijgt. Hoe meer quests dat je doet... Hoe meer dat je zeg maar van hem ontvangt. En na 5 quests krijgen we een enorm leuke mount. Dat wil ik zeker laten zien ook. Dus, ik heb ook dirtfish. Je had nou 200 helpen, Erwin. Ja. Dus dan zetten we jou voor 2. Hoeveel had jij, Mewmay? 180. Dirtfish, quest complete. Hoppa. Eentje gebruiken, eentje is nog voor Mewmay. Maar goed, ik denk dat ik daar deze aflevering mee ga sluiten, want we zitten echt weer op een half uur, jongens. Dus ik dank jullie sowieso voor het kijken. Heb je een leuk momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor... Oh, wacht even, terug! Wall of comments. De wall of comments. Dat is belangrijk, bijna vergeten, stout ik. Hadden jullie mij dat niet even kunnen zeggen? Wall of comments, denk eraan. Oké, part 3... Nee, niet 2, 3. Die komt van een YouTuber. Ik pak even mijn speakbriefje erbij. Zo. Niels Kielstra. En die had geschreven... op... Waarschijnlijk in part 3, 622. Mijn lieben! Ik weet niet precies wat je daarmee bedoelde, maar ik weet dat dat was toen Erwin met die konijnen aan het ritje was. Ah ja. Dus Erwin, speciaal voor jou. Mijn lieben! Bedankt voor het kijken jongens, ik hoop dat jullie een enorme leuke kerst gaan hebben. Terraria zal hierbij heel eventjes een pauze hebben, waardoor dat er meer Pikmin gaat komen. Aangezien dat er eentje op vakantie is en dus niet bij de opnamesessies aanwezig kan zijn. Ja. Zeg ik dat zo goed? Ja. Oké. Dus updates zullen natuurlijk altijd komen via Facebook en Twitter. Wanneer dat Terraria weer zal verder gaan. Show off. En wij danken jullie voor het kijken. Hopelijk hebben jullie een hele leuke kerst.
ook qua Terraria alvast hele fijne jaarwisseling toegewenst. En wij hopen jullie dan te zien in 2016 met de Terraria Let's Play. Natuurlijk de Return of the Minecraft Hardcore series. En natuurlijk weer terug met Pikmin 2. Dus bedankt voor het kijken. 2016 gaat enorm leuk worden. Er komt nog een speciaal videootje over. Dank jullie voor het kijken. En tot dan. Doei! Doei!